Bij een aanrijding op de Adriaan Volkerlaan in Rotterdam-Heselmonde zijn zondagavond twee mensen lichtgewond geraakt. Ze zaten in een auto die door onbekende oorzaak werd aangereden door een Franse personenwagen. De auto schoot van de weg af, rolde over de kop en belandde in de berm tegen een boom. De twee inzittenden zijn voor controle naar het Zuiderziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Boze supporters van ADO hebben aan het eind van de ochtend de A13 geblokkeerd. Daardoor ontstond er naar Rotterdam een lange file. De mobiele eenheid sloot de snelweg af bij Rotterdam Airport en de politie haalde tientallen Haagse supporters van de weg af. De bestuurders hebben een bekeuring gekregen. Voor zover bekend zijn er 13 mensen opgepakt. De politie heeft een nieuwe tip in het onderzoek naar de vermissing van Farida Zargar. De man die in de nacht van 8 op 9 november een bankpas en een identifier van Farida in de brievenbus van het politiebureau in spijkenissen achterliet, reed volgens een getuige in een rode Mercedes. De politie had al camerabeelden van de man en is al een tijdje op zoek naar hem. Op 5 augustus verliet de 21-jarige Farida Zargar op de fiets haar werk in spijkenissen. Sindsdien is niets meer van haar vernomen. De West-Kruiskade in Rotterdam heeft zich gisteren gepresenteerd als een swingende multi straat Ondernemers hadden een culinair festival georganiseerd. Voor een paar euro konden bezoekers uitgebreid snacken bij allerlei toko's en restaurants. Zo'n 20 zaken deden mee aan het festival.